Het jaar 2021 is bijna om. En vandaag blikken wij terug met minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme. De bewindsman zegt dat het haast afgelopen jaar heel uitdagend was. Het ministerie moest met beperkte middelen zien rond te komen. En dan praten we hier over 3 beleidsgebieden. Transport. En transport is daar ook weer onderverdeeld in de luchtvaartsector, de maritiem sector. En dan heb je openbaar vervoer. En dan heb je nog communicatie. We kennen alle uitdagingen rondom de tariefsaanpassingen. Maar dat is slechts een heel klein deel. We praten verder over wetgeving die die in principe ingediend moeten worden. En ook nog de ontsluiting waarvoor we gaan als ministerie. En ook als beleid van de regering. Dan hebben we ook nog toerisme. Toerisme, die heeft een heel zware klap te verwerken. Nu moeten we zien hoe wij deze sector weer op poten moeten krijgen. Je kan het niet alleen om te zeggen van toerisme ga je alleen... Je gaat injecties geven. Wanneer je praat over toerisme moeten we ook gaan kijken waar staat Suriname voor. Dus heel uitdagend, maar ik zal niet zeggen dat ik ontevreden ben. De bewindsman is van mening dat er gefocust moet worden op de doelen die gehaald moeten worden. En niet op de zaken die mensen uit elkaar brengen. Er zullen altijd meningsverschillen zijn. Verschil van inzichten. Maar dat maakt het leven ook interessant. Toch? Maar ook daaruit kunnen er mooie dingen gaan groeien of uitkomen. Dus al met al uitdagend, maar zeker leerrijk. Maar ook een goede basis gelegd voor 2022 en de jaren daarna. Want het eindigt niet bij minister Jubitana. Het eindigt bij zeker wat wij gezamenlijk voor onze generaties kunnen neerzetten. Zij gaan ons zeg maar beoordelen. Wat heb jij gedaan? En met dat in gedachten ga ik zeker 2022 vol goede moed weer in. De uitdagingen die zullen er zijn. Maar the man who wants to discover new oceans must have the courage to lose sight of the shore. Dus als je behouden bent, dan zal je geen nieuwe dingen ontdekken of zal je geen nieuwe dingen gaan ontwikkelen. In het jaar 2022 is er veel te doen voor het ministerie. Op elk beleidsgebied is er werk aan de winkel. Er zullen onder andere wetsaanpassingen komen bij zowel communicatie, transport als toerisme.